In Den Helder is het op dit moment 7 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 3 graden. 3 graden dus, het wordt weer warm aankleden. Ja, en ik moet vlot in elkaar zetten. Want morgen is er helemaal niks gepland. Ik heb gisteren namelijk niks in elkaar gezet. Dus voor morgen heb ik niks. Dus ja, moet. We verplicht aan jullie. Ja, niet aan mezelf, maar wel aan jullie. Ik ga het ook even een keertje anders doen. En dan kan ik naar Karin het kanaal. Die is dus klaar. Net zoals die van mij. Enkel ik heb een andere kleur. En zij de kleur die zij wou. Nou ja, ze kan krijgen wat ze hebben. Ja, toch. Dus helemaal goed. Hij is mooi geworden, heb ik dus vandaag in elkaar voordat we het vanmiddag, eindmiddag, nog één avond. En dat duurde nog wel lang, omdat ja, zij was ook in gesprek met haar editor, met Niels. En ze had mij aan de telefoon, ja, dat ging allemaal zo. Ja, zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag en we leven op de 5e van de 2e 2023 en het is al bijna 17:30. 17:30. Ja, ik ga met mijn meisjes lopen. Waarom ik zo laat ben? Nou ja, dat heb je één keer in de zoveel tijd. Dan slaap je een gat in de dag omdat je lichaam het gewoon nodig hebt. Daar, dat niet alleen, ook weer knallende hoofdpijn, wat niet over wilt. Ik heb mij ook heel lichtjes opgemaakt, niet te veel gedaan. Wel de allemaal kleuren enzovoort, want ja, je blijft toch een beetje vrouwelijk in jezelf. En er zit er dan eentje te mekken, die heeft net een bak vol heerlijke, overheerlijke eten gehad. Tenminste, niet dat ik er lust, maar hij wel. Maar de droger die draaide, was droger. Ja, die heb ik ook al aangeschakeld. Ik heb het al was opgehangen. Ook dat heb ik gedaan. En meneertje Kandolf. Ja, ik snap het aan één keer niet. Wasmachine maakt ook nog wel een. Kan die ook kijken wat er gebeurt? Daar is hij niet bang van. De wasdruiger maakt ook lawaai. Ook daar kan hij door de deur heen kijken wat er gebeurt. Daar is hij wel bang van. Ik heb een vermoeden dat ik als kitten zijnde ooit wat misdaan heeft, is met een beetje, met een wasdroger of zo. Ik weet het niet hoor, ik ben er niet bij geweest. Ook niet dat hij bij mij was. Want ik zal mijn beestjes nooit. Eeuwen die lag ook wel eens in de wasdroger of in de wasmachine te slapen, weet je. En mijn vorige katten ook allemaal. Als jij je deurtjes van je wasmachine of je droger open laat staan, dan gaan die beestjes erin leggen, want dat is warmte. En dan gaan ze op de kleding leggen. In de droge, dat is schone kleding, zorg ik dat ze er niet in kunnen. Maar is die leeg, ja, dan willen ze er wel eens in gelegd als je die deuren open houdt. En in de wasmachine boeit het me niet, want dat is vuile was, moet toch gewassen worden. Maar ik hou er altijd rekening mee dat hij erin kan leggen als die deur nog niet gesloten is, omdat mijn wasmachine nog niet vol is. Moet je rekening mee houden. Maar mijn prinsesje Eowyn, die dus al heen is gegaan naar de hemel, die haar moeder, die was een echte raskat. En haar vader was een tuin- en keukenkat. Die man die had 2 katten. Dus die raskat en die tuin- en keukenkat. Daar is Eowyn destijds uitgekomen. En Eowyn, haar moeder, die is letterlijk en figuurlijk doodgewassen. Die lag ook in de wasmachine. Hij gooit er nog bij op. Hij merkt het beestje niet eens niet op. Hij doet die deur dicht en hij gaat hem wassen. Hij hoort gebonk. Schakel hem dan weer uit en gaan kijken
Misschien had hij nog op tijd geweest. Misschien had dat beetje misschien een kneuzing opgelopen. Dat met rust over kon gaan. Nee, alles. Nou ja, alles lag onder het bloed. De hele ingewand lag eruit. Ja. Het was vreselijk erg. Ik heb die vent dus ook geslagen, hè. Het was toen destijds mijn vriendje. Ja, ik heb hem... Ik weet niet wat gedaan, die gast. Ik was zo woest, zo woest. Maar ja, ik mag laaien dat hij dit verhaal hoort en dat hij nog eens een keer terug gaat denken aan die goede oude tijd met mij. Ja, we waren al volwassen, ik had de kinderen ook al. En het was mijn vriend, we hadden een relatie. Maar hij was mama's kindje, hij moest alles aan mama vragen. Mama, hoe moet dat? Nee, doe het zelf. Je woont op jezelf, doe het zelf. Je hoeft niks aan je moeder te vragen. Maar ja, hij moest alles aan zijn mamie vragen. Ja. En nou ja, dat was een gekke gast in ieder geval. En daarom is de relatie dus toen destijds ook uitgegaan, omdat dat gewoon klopte niet. Zo'n oudere man over de... Nou, hoe oud was die? Ja, hij was al een stuk jonger dan dat ik was. Maar hij is nu ook de 50 al gepasseerd. Want hij wou ook lid worden van mijn groep, maar daar is hij weer uit. Ja, omdat ik het hoofd was. Boepie, ja. Helaas, pindakaas. Maar in ieder geval, hij is er toen destijds weer er ook uitgegaan. Maar hij is in de 50 ergens. Wel een stuk jonger dan dat ik ben. Maar in ieder geval, doet er allemaal niet toe. Een mama's kindje. Hij is nu ook wel getrouwd, schijnt. Maar hij had ook voor mij nog spullen. Een splinternieuwe strijkplank. Een stoeltje die Harald ooit had gemaakt voor Katja. Stond bij hem op zolder. Dat heeft hij allemaal nog. Dat mocht ik weer terug hebben. Nou ja, weet je. Zulke soort dingen. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Dus hij denkt dat hij er gelukkig mee is. Moet hij het zeker houden. Ja. Maar ik ga nou met mijn meisjes er lekker vandoor, even de kouwie, want we hebben weer een gevoelswaarde, tenminste net boven. Hé, hey, Koeko, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 7 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 3 graden. 3 graden dus dat wordt weer warm aankleden. Ja, en ik moet een vlog in elkaar zetten, want morgen is er helemaal niks gepland. Ik heb gisteren namelijk niks in elkaar gezet. Dus vanmorgen heb ik niks. Dus ja, ik moet. Ik ben verplicht aan jullie. Ja, niet aan mezelf, maar wel aan jullie. Ik ga het ook even een keertje anders doen. Denk ik. Ik weet het nog niet zeker. Dat ik het een paar dagen helemaal niks online laat komen. En dat ik in ga plannen. Ja, misschien hoor, weet het nog niet. Ik zal er eerst eens eventjes met mijn dochter erover spreken, met Karen, van hoe moet ik dat aanpakken. Ja, die zit er langer in dan ik. Wat is dat nou weer? Een pluisje, maakt niet uit. Dus ja, maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet verder van je namiddag, begin, avond, eet smakelijk, bon appetit, enzovoort. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, dat ben ik weer even. Ja, en ik wens jullie gelijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. Want het is al reeds 14 minuten over 9 geweest. Ik ben met een vlog bezig voor morgen. Die moet ik vanmorgen klaar hebben. Vanmorgenmiddag 14:30. Ik heb de omslag van Karin ook al klaar. Die kan ik jullie later zien. Maar dan moet ik hem even weer opzoeken. Want ik sta al bij haar op haar YouTube-kanaal. Ik moet dus eventjes een beetje verder kantelen, denk ik. Zo. En dan eens op een andere statief eens een keer neerzetten. Of weet ik van wat, want deze is nogal klein, hè. Ik moet... Eerst naar mijn eigen kanaal, dan naar YouTube en dan kan ik naar Karin haar kanaal. Die is dus klaar. Net zoals die van mij, enkel ik heb een andere kleur en zij de kleur die zij wou. Nou ja, ze kan krijgen wat ze hebben wil. Ja toch. Dus het komt helemaal goed.
Hij is mooi geworden. Heb ik dus even vandaag in elkaar voor de gezet. Vanmiddag, eindmiddag, begin avond. En dat duurde nogal lang, omdat ja, zij was ook in gesprek maar met haar editor. Met Niels. En ze had mij aan de telefoon. Ja, dat ging allemaal zo. Ja. Dus ik ga nou verder ermee en we zullen, ja niet daarmee, want dat is al gebeurd, dat is klaar, dat is netjes. Die van mij, nou ja, die kennen jullie ook zien, maar die kan ik wel weer laten zien. Omdat mijn haar rood is en zwart is, heb ik dat dus ook aangepast weer. Ja, ik laat het jullie even zien. Kijk, dat is de omslag van mij, van ons. Van Elwing, Rijka, Kandalf. Tenminste, ik moet eigenlijk bij Kandalf beginnen. Dat is de oudste en die is langst in huis. Dus Kandalf, dan Rijka, ondanks dat ze de jongste is, is langer in huis dan Elwing en dan ik. Ja, en we hebben iets nieuws, dat is shorts. Bij mij staan er al meer shorts erin. Wat ik niet wist, want ik wist niet eens niet wat het was. Want shorts, ja, dat is bij mij zo'n... zo'n onderbroek met korte pijpjes voor mannen. Ja, maar ja, short, inderdaad, kort. Korte filmpjes zijn dat. Ik laat jullie even een voorbeeld zien. Moet je daarop klikken, op short. Nou, en dan krijg je al die gekke dingetjes van Wombo er al in. Ja, dus ja, allerlei van die gekke dingen. Nou ja, wat community, ja, daar kun je ook het een het ander neerzetten. Dan moet ik allemaal nog eens uitzoeken, want ik weet het niet. Bij Karin daar staat het al wel, maar ik zelf... Als blij me dood. Ik zou het niet weten. Nee. Ja. Maar ja, een jongere jeugd die weet het meestal beter dan onze leeftijd. En ja, bij mij gaat het er allemaal wat langzamer erin. Want ik weet ook nog niet hoe ik het in moet plannen met shorts. Ik kan wel al shorts maken, maar nou het inplannen. Hoe moet dat? Want dan moet via de mobiel. Ik kan niet op de computer. Vlogs wel, maar dat weer niet. En dan moet je per mobiel doen en dan heb je meerdere apps nodig. Je vliegt van de ene app naar de andere app. En daar kan ik even niet tegen. Nee. Maar komt goed. Er staan er al een paar filmpjes. Ook hebben we met Weekend een paar filmpjes gemaakt. Dus dat wordt ook al ingepland. Dus ja. Komt goed verder. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie avond. En ik zeg tot later.